bepaalde fragmenten, elementen en persoonlijke verhalen uit de documentaire hebben mij ook gewoon geraakt. Assalamu alaikum beste mensen. Vandaag zijn we in Rotterdam voor het evenement De Terugkeer. Voor geïnteresseerden in islam en bekeerlingen. Georganiseerd door Dien Connect, Waarom Islam en Minuut voor Allah. Volg ons. Wij zijn vanuit Waarom Islam. Wat wij hier vandaag komen doen is de mensen die hier komen voor de documentaire. Om die eigenlijk mee te nemen in de islam. Hè. Waar staan we voor? Wat is hetgeen waar een moslim voor leeft? Die boodschap eigenlijk willen we meebrengen aan de bezoekers die hier gaan komen inshallah. Dit zijn een van de zalen waar zo meteen gaat gebeuren. Er gaat onder andere een lezing worden gegeven en ook een mooie documentaire gaat bekeken worden inshallah. Voordat wij wat meer gaan vertellen over wie wij zijn en wat we vanavond gaan doen, gaan we eerst luisteren naar de woorden van Allah, van God. En dat gaan we doen met een Koran-recitatie. Mohammed Amin is aanwezig. Want only worldly material, this life only, and he doesn't want to accept the guidance from Allah subhanahu wa ta'ala, we are going to feed him in this life. We are going to give him what he wants in this life. But he is the one who is going to have a difficult life in this life. Even though if you are rich, you are not going to be satisfied. If you are healthy, you are not going to be satisfied. If you got authority, you are not going to be satisfied. Nothing will satisfy your except obeying your Lord. There is no other medicine. There is no other medicine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, geliefde broeders, geliefde zusters. En omdat ik eigenlijk nog steeds dagelijks in mijn proces zit, heb ik toch heel lang, zeg maar, getwijfeld of ik het wel of niet moest doen. Inshallah is deze documentaire motivatie en inspiratie voor velen. Dat gevoel is, ik weet niet hoe ik dat moet beschrijven, bro. Islam is niet, staat niet vast aan een cultuur of nationaliteit, weet je. Het is gewoon, staat ook niet voor racisme. Iedereen is welkom. En de warm, als je gaat beseffen, zonder dat je angst visualiseert, hoe warm het geloof is en hoe je wordt verwelkomd, ja, dat is niet te beschrijven. Laat ik beginnen om te vertellen, subhanallah, hoe verheugd ik ben om hier te zijn. En geloof me, ik denk niet dat ik kan nadoen wat deze broeders allemaal hier hebben gezegd. Echt respectvol. Shahada is meer dan 20 keer uitgesproken. Broeder, en voor de kijkers die het weten, jij hebt vandaag de keuze gemaakt om alhamdulillah moslim te worden. Wat heeft voor jou ervoor gezorgd dat je vandaag de keuze hebt gemaakt? Zo, wat hij vertelde, je weet maar nooit wanneer je laatste dag is, zeg maar. Als je elke keer gaat uitstellen van morgen ga ik het doen, nee, volgende maand, je weet niet wanneer je laatste dag is. Hoe heb je het ervaren vandaag? Heel indrukwekkend. Het zat echt heel goed in elkaar. Het hele programma was echt top. Dus ik vond het echt super mooi om er te zijn. En gaf me ook echt gewoon een mooi gevoel, zeg maar, om met z'n allen hier samen te zijn. Alle broeders bij elkaar. Heel veel mensen in de zaal herkende ik ook. Dus dat gaf sowieso een heel fijn gevoel. Alhamdulillah, hele mooie dag. Gezegende dag. Alle lof naar Allah. En geen woorden. Je ziet verschillende gezichten. Broers die je wel kent. Broers die je niet kent. En inshallah is dit een duwtje in de juiste richting. De loyale minuut van alle kijkers, die kennen jou nog van de eerste documentaire. We zijn nu een tijdje verder. Hoe is het met je? Het gaat goed met mij, alhamdulillah. Er is natuurlijk een hoop gebeurd sinds toen. Maar als ik vandaag hier ben en ik zie, zeg maar, wat er in de loop der jaren gebeurd is. Dus het is nu 4 jaar geleden dat die eerste documentaire uitkwam. Ja, dan staat het kippenvel mij gewoon op mijn arm. Wat heeft vanavond het meeste indruk op je gemaakt? Het komt heel dichtbij, omdat ik zelf ook bekeerd ben. Natuurlijk wel een aantal jaar geleden. Maar ik denk om weer te zien wat het met die broeders heeft gedaan. Hun reis en wat hun heeft geraakt. En het is heel mooi om te zien dat een ieder door iets anders geraakt is. Bepaalde fragmenten, elementen en persoonlijke verhalen uit de documentaire hebben mij ook gewoon geraakt. En het inspireert mij ook weer van de andere kant om dat zo te horen.
En hoe het zo in elkaar is gezet om uiteindelijk met een hogere doeleinde en de juiste intenties dat over te brengen naar de buitenwereld. Dus dat heeft wel gewoon zeker impact op mij gehad. Juist omdat ik voor die groep stond, kon ik zien hoe divers die groep was. Ik zag letterlijk alle kleuren. Dus ik vind het wel mooi dat die eenheid, ondanks dat we zo verschillend zijn, zeg maar, dat heeft mij het meeste gepakt.